De kunst van het bewegen is deze dagen een vorm van verzet. Verzet tegen een status quo die primair draait om financiële waarde in plaats van maatschappelijk welzijn. En daarom een ode aan het verzet. Want verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden, zoals een storm met zacht geritsel in de tuin of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een smalle bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aanstak. Zoals de liefde met een aanblik, een aanraking, iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan iemand anders stellen. Het is een gedicht van Remco Kampert. Op naar het verzet. Op naar de kunst van bewegen.